Ja, kijk, daar zijn we. En daar is ook Oleana. Jij zagrijnige chick. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en wil je ook bij de Rikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden en dan gaan wij even wat problemen oplossen in deze Pokémon Fire Type Only Challenge, waarbij we dus alleen maar vuurtype Pokémon mogen gebruiken. We hebben de halve finales gehaald van het Pokémon toernooi. En nu is het zo dat er problemen zijn in de wereld. Leon is kwijt. Leon zou met ons gaan lunchen, maar Leon is er niet. En hier is mevrouw Oleana. En die heeft toch echt wel altijd een beetje zo'n chagrijnige bakkes. In ieder geval, we moeten naar de Rose Tower, want daar zijn Leon en de chairman. Chairman Rose. En niemand mag hem storen, zegt Oleana. En we moeten dus nu eventjes, wij moeten wel daar naartoe gaan, want wij moeten nu dus alle problemen oplossen voordat wij Pokémon kampioen kunnen gaan worden. En nu krijgen we een soort van verstoppertje. En Team Jel gaat even juichen voor ons natuurlijk. Team Jel is er ook weer bij. En we moeten dus even naar de plaza, zegt Piers, om daar uit te gaan zoeken welk mannetje de sleutel heeft. En dat was een mannetje met een zwarte zonnebril. We zien hier dus een mannetje met een gouden zonnebril. Die moeten we sowieso niet hebben. Deze gast heeft ook een gouden zonnebril. Die moeten we ook niet hebben. Hier staat er nog een met een gouden zonnebril. Weet je, ik stap even op mijn fiets. Dat is wat sneller. Volgens mij stond hij met het gouden zonnebril. Ja, volgens mij ben jij dit. Jij was het toch, Mattie? Hallo? Ja, zie je. Let's go. Pokémon Battle. En de vraag van deze dag is, wat is de mooiste shiny Pokémon? Ik weet dat er veel mensen zijn die gaan voor Riolu. En uiteindelijk dus Lucario, die is een soort van goudgeel. Dat is natuurlijk super dope. Ik vind zelf Dratini en Dragonair ook super vet. Maar alleen is Dragonite dan weer moi. Die is groen, terwijl Dratini en Dragonair roze zijn. Vind ik jammer. Vind ik jammer dat Dragonite dan ook niet gewoon fel roze is. Uit de eerste generatie vind ik Ponyta en Rapidash ook heel cool. Die hebben dan blauwe vlammen in plaats van rode vlammen. En in Sword and Shield heb ik op dit moment een Dreepy, een Mimikyu en een Marini. Marini is rood-oranje, is best wel vet. Dreepy die heeft een geel hoofd. Althans, delen van zijn hoofd zijn geel. En Mimikyu is een stukje grijzer. Die lijkt gewoon, ja, ik weet niet, die lijkt nog dooier of zo. Ik vind het super grappig. Ik vind Mimikyu gewoon een hele toffe Pokémon. En ik wilde die heel graag shiny hebben. Dus dat. Ondertussen zijn we lekker hier aan het battelen. Hij is wat sneller. Deze kleine ijzeren mier, die is sneller. En ik ben flinched. Lekker bezig, ijzeren mier. Doe eens rustig. Ja, goed zo. Doe maar crunch. Dat doet toch bijna geen damage. En dan gaan wij eens even keihard stampen op zijn hoofd. Heat crunch. Arm ijzeren miertje. Oh, en dat was Erik al. Ja, we hebben hem dus al verslagen, maar we moeten hem nog een paar keer verslaan. Want Henky, die is wel aan het wegrennen, zoals je ziet. Ja, maar wat vinden jullie de mooiste shiny? De mooiste shiny van alle Pokémon en de mooiste shiny van Sword and Shield, van Galar. Laten we het even op Galar houden. Welke is dan vet? Ik vind het wel lastig, hoor. Ja, mijn eerste shiny is dus Dreepy. Ik heb Dreepy geshinyend. Ik ben benieuwd welke jullie al hebben. Oh, trouwens, ik heb natuurlijk ook nog een shiny Magikarp, want die kon je bij de events heel makkelijk krijgen. Dus die hebben we ook. Oeh, maar wauw. Maar wauw wil ik ook wel shiny hebben. Dat vind ik ook een hele geinige Pokémon. Nou, ik denk dat Don ze wel kan verslaan. Waarom is Don trouwens zo snel? Don is super traag, maar wauw is gewoon nog trager dan Don. Ik vind dit best wel verrassend, jongens. Don is de meest trage Pokémon die ik ooit heb gehad, volgens mij. En toch is die op een of andere manier nog een stukje sneller dan mijn tegenstanders. Daar hebben we een probleem Pokémon, Excadrill. Als die met grondmoves gaat strooien, dan wordt het lastig. Maar op zich, het is ook een Steel-type Pokémon, dus we zouden hem ook heel makkelijk kunnen verslaan. Gewoon met Pyro Ball, easy peasy, let's go. Beetje hoog houden, beetje trappen en dan gewoon kabliggy blam. Hoppa, dit gaat wel makkelijk jongens. Zo'n beetje alles gaat wel makkelijk de laatste tijd, maar toch ben ik nog steeds heel erg bang voor de tweede battle die we moeten gaan hebben met Nessa straks. Die heeft natuurlijk alleen maar water Pokémon. Dat wordt één groot probleem, ben ik bang. Nou, die gozer die is weer weggerend, maar nu zit hij in het telefoonhokje verstopt. Hey, Droopy, wat doe je hier vriend? Geef die sleutel nou gewoon even aan mij joh. Doe niet zo eigenwijs. Je hebt toch alleen maar Steel-type Pokémon. Dat is easy peasy voor mij man. Ferroseed wil ik trouwens ook heel graag shiny hebben, want Ferroseed is ook best wel een goede competitive Pokémon. Althans, zijn evolutie natuurlijk. Ferrothorn. Daar kan je best wel veel mee in competitive. En die is goud. Die is goudkleurig. Dus dat is super nice. Je zag het. Hij heeft de Iron Barbs ability. Wat ervoor zorgt dat ik damage krijg als ik hem fysiek aanval. En dat is wel fijn van Ferroseed. Dan moeten we nu nog even afrekenen met een Steelixie. Ik denk dat Heatcrash daarbij minder zin heeft. Dus we gaan voor Incinerate. Let's go. Ja hoor. Easy. Easy al die Steel-type Pokémon. Geen enkel probleem voor mijn Fire-type Pokémon. En dan geef me nou maar gewoon even die sleutel, vriend. Oh, hij gaat naar de monorail rijden. Oké, nou dan gaan wij toch ook even daar naartoe. Daar staan ze hoor, mannetjes.
Papies. Jullie lijken wel heel erg op elkaar allemaal. Zijn jullie robots of zo? En Piers komt ons even redden, want we kunnen er niet door. Maar Piers gaat even een concertje geven. En zij denken alleen maar, hè, waarom gaat hij een concertje geven? Alleen het ding is, iedereen is fan van Piers. Iedereen vindt Piers top. Dus iedereen die gaat even kijken bij zijn performance, bij zijn optreden. Zelfs deze kale man daar zo gaat daar naartoe. Zelfs die oude mevrouw daar met het grijze haar vindt het vet. En zelfs deze Zitse goons, die gaan helemaal los natuurlijk. Dus ja, dat is super nice. Iedereen loopt op ze af, zij rennen weg en wij kunnen erdoor. Thank you, Piers. En door naar Rose Tower. Eerst nog even wat itempiece oppakken. Hier, deze Pokeball. En als het goed is, ligt er nog veel meer. Ja, kijk, hier ligt nog wat. Een Rare Candy. Hier ligt nog een TM'tje. Eerie Impulse. En dan ligt daarboven ook nog een Pokeballetje. Yup. Oké, een Cell Battery. Oké, let's go. Het is hier natuurlijk één grote powerplant, dus er liggen allerlei elektrische hulpmiddeltjes. Nou, we moeten even de lift in, nog een paar battletjes doen en dan komen we straks uit bij Oleana. En Oleana, ja, misschien gaat dat wel een probleempje worden. We gaan het wel zien. Eerst even afrekenen met deze robots die er allemaal hetzelfde uitzien. Dit is Elijah. En die heeft ook een Durant. Ook een ijzeren mier, jongens. Ja, die begint ons weer te bijten, die ijzeren mier. Dan ga ik weer even boven op zijn hoofd zitten, hoor. Even... Oh, en dat was het al voor Elijah. Hij had alleen maar een ijzeren mier bij zich. Kom dan. Kom battelen dan, vriendjes. Let's go, hop. Super chill, al die Steel-type Pokémon. Dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. Dat gaat allemaal lekker snel. Incinerate. Dubbel begint met Body Slam. Bronzong is geparalyzed. Donknalt Incinerate. Ja hoor. Oh, nee. Oké, ze overleven het allebei. Respect voor jullie, respect. Dubbel krijgt een ijzeren hoofd op zijn bakkes. En Bronzong doet even extra sensory op mijn hoofd. Nou, helemaal goed. Tweede keer Incinerate gaat goed komen, jongens. Dubbel doet even lekker een reversaltje. En dan is Cuffend alvast klaar. Doei, Cuffendje. Dag, schattig olifantje. Cuffend vind ik wel een leuke Pokémon. Thomas en Don, leveltje omhoog. Don wil Rock Blast leren. Ik zou dat kunnen doen in plaats van Ancient Power. Als ik mijn tegenstanders 3 keer raak, dan is het al beter dan Ancient Power. Alleen Ancient Power kan al mijn stats in één keer boosten. En deze heeft een accuracy van 90. Mijn attack is wel beter dan mijn special attack. Weet je wat? Ik probeer het gewoon. Ik vergeet Ancient Power en ik leer Rock Blast. Dan gaan we even kijken wat dat doet. We kunnen het altijd nog terugdraaien natuurlijk bij een Pokécenter. Als we toch Ancient Power weer willen hebben. En het is het einde ook van Bronzongetje. Wilbo! Joint the level 50 club. Lekker hoor, Wilbo. En deze twee droppies zijn lekker verslagen. Dikke doei. Mazzel. Ja hoor. En daar zijn de volgende twee. Zij zijn van de verzekeringsmaatschappij, zeggen ze. Hebben zij dan ook weer Steel-type Pokémon? Ja, jongens. Ze hebben allemaal Steel-type Pokémon hier. Dit is super easy voor mijn team. Hier rollen we gewoon keihard doorheen. Geen enkel probleem. Ik ben vergeten welke Pokémon Oleana heeft. Maar als dat ook allemaal Steel-type Pokémon zijn, ja, dan wordt het wel een makkelijk verhaal. Body Slam! Dubwoo met zijn Body Slam. Ik vind het wel geinig dat Wooloo en Dubwoo gewoon de eerste Pokémon continu zijn bij Hop. Ik bedoel, die liefde verdienen ze. Want Wooloo is gewoon echt een uberbaas, jongens. Nou, Incinerate, Mawile is kapot. Klang nog niet. Die overleeft het nog wel voorlopig. En zal Dubwoo het dan afmaken? Nee, dat gaat hij nog niet redden. Klang is wel paralyzed. Dat betekent dat wij nu eerst mogen. Hoppakee, lekker Incinerate. Klang is down. Doei doei. Mazzel. Volgende battle. En ja hoor, de lift is gestopt. Daar komen ze aan. Ook weer twee identieke mannetjes. Nou ja, een mannetje en een vrouwtje natuurlijk. Adeline en Justin. Nou, gooien jullie dan ook nog even twee Steel-type Pokémon? Ja hoor. Dit is wel lekker om te trainen, jongens. Dit gaat wel hard zo. Don is ook weer sneller dan Steelix. Terwijl Stunfisk lekker geparalyzed is. Dus ze leven wel nog allebei. Incinerate is wel handig om ze allebei damage te doen. Maar het is steeds net niet genoeg om ze in één keer te slopen. Stunfisk doet nu bounce. Ja, dat is balen. Dat betekent dat het nog een beurtje langer gaat duren waarschijnlijk. Want in deze beurt kunnen we alleen die Steelix dan verslaan, omdat die Stunfisk ergens in de lucht hangt. Oké dan, ja. Kijk, Steelix is down. En Stunfisk die ontwijkt ons dus. En die doet even bouncy op Wooloo. Ja, en dan is het ook wel einde verhaal voor Stunfisk. Ik vind wel dat Stunfisk een leuke upgrade heeft gehad. Een normale Stunfisk die vond ik maar stom. Maar deze vind ik wel leuk als een soort van berenval of zo. En als het goed is, komen we dan zo aan bij de top van dit gebouw. Ja, de muziek gaat uit. Het wordt zwart. Ja, kijk, daar zijn we. En daar is ook Oleana. Jij zag gereinige chick. Kom even battelen met mij. Kijk hoe zij te ogen kijkt. Volgens mij is ze ook gewoon heel erg moe, hè? Maar nu is ze volledig psychotisch.
Kom maar op dan. Oh, kijk die blik in de ogen. Het is zo getergd. Ze is helemaal gefrustreerd. En ze begint met Frostlass. En dat is een ijstype Pokémon. En dat mag geen enkel probleem zijn. Behalve dat Frostlass wel wat sneller is. En ze gebruikt Hex. En dat doen wij Heatcrashy. En ik hoop dat we dan die Frostlass in één keer slopen. Ja, zeker wel. Oké, level 50 trouwens, hè, die Frostlass. Dus de Pokémon beginnen een beetje op het level te komen waarop mijn Pokémon ook zitten. Want Wilbo is bijvoorbeeld ook nog maar level 50. Oh, Milotic. Daar hebben we geen enkele goede counter voor. Want we hebben geen grasaanvallen. En we hebben ook geen elektrische types. Dus ja, dit wordt een moeilijke. Milotic wordt een moeilijke. Ik probeer Bardo even uit. Daar is die hoor, Milotic. Laat ik Bugbite gaan proberen. Ben ik sneller? Nee. Ze doet Aqua Ring. Dat betekent dat ze steeds wat HP erbij gaat krijgen. Dat zou ook nog wel eens een probleempje kunnen worden. Kijk, hier gaan we. Aqua Ring inderdaad. Het is niet heel veel HP wat ze erbij krijgt. Ze is alleen wel sneller en ze gebruikt nu Surf. Oh. Grote problemen, jongens. Bardo overleeft het wel. Eén klap, dat is nice. Dan kunnen we nog even een keer Bugbite doen. Ja, oké. Het is alleen jammer dat we niet sneller zijn. Dus Bardo gaat nu wel down, denk ik, als we weer surf. Ja, dat dacht ik al dat we weer surf ging doen. Ah, dan is Bardo er geweest, jongens. Dat is zonde. Milotte krijgt een klein beetje HP terug. Ik denk dat het nu slim is om Wilbo te gebruiken. En waarom ga ik Wilbo gebruiken? Omdat ik hoop dat Wilbo het in eerste instantie overleeft. Maar Wilbo kent Retaliate. En dit zegt dus dat als een Pokémon van mij in de vorige beurt is verslagen, dat deze move sterker wordt. Dus laten we daarvoor gaan. Retaliate. Oh, we zijn ook nog sneller. Nou, dan moet het klaar zijn met Milotic nu. Ja toch? Ja hoor. Nice! Lekker! GG Wilbo. Het is toch goed om je erbij te houden in de team, merk ik al. Don en Ronald gaan beide een level omhoog. Level 56 en 55 zijn ze ook alweer. En dan mogen we nu tegen Salazzle. En dan blijf ik eventjes bij Wilbo. Wel cool dat ze ook gewoon een Salazzle heeft. Dan gaan we Dirk doen. Want Dirk is namelijk een 4 keer super effective. We krijgen wel een Venoshock. En we zijn gelukkig niet gepoisoned. We gaan onder de grond. En dan gaat ze nu voor Poison Gas. Die mist, omdat wij onder de grond zitten. Dan doen wij Dirk en bam, bam. Het einde van Salazzle. Nice. Oké, Serena. Die kan door iedereen worden verslagen. En dan mag Dionne gaan proberen. Alright, Serena is de volgende. Dan heeft ze er hierna nog één en die gaat ze Dynamaxen. Ik ga voor Incinerate. Eens eventjes kijken. Ja, nice. Serena doet Acrobatics. Best een goede aanval. Die doet me best veel damage. Maar we gaan er alsnog finishen met Incinerate. Serena is ook down. Dit gaat weer goed, jongens. Jammer dat Bardo wel down is gegaan. Daar baal ik wel een beetje van. Want nu krijgt Bardo dus weer geen XP. Oké, en de laatste. Een Garbodor. Ja, en dan ga ik toch Wilbo weer inzetten. Ondanks dat hij al wat HP kwijt is. Oliana zegt, dit is mijn laatste Pokémon. Serieus, ik moet dit finishen. Let's go. Dynamax en dan Max Quake. Want grondaanvallen zijn super effective. We zijn in ieder geval sneller, dus dat is chill. Maar ik verwacht alleen niet dat we Garbodor in één klap neer hebben. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar toch, we gaan Wilbo eens even een keertje Dynamaxen. Oh, big ass Arcanine, jongens. Kijk hoe chill ze doet. Ze zegt, oh, ik regel het wel even, joh. Gigantamax Garbodor lost het wel voor me op. Nou, dan moet ik nog maar zien of jouw Gigantamax Garbodor 5 van mijn Pokémon kan verslaan. Ik vind hem wel heel tof, trouwens. Er hangt echt van alles en nog wat in die Garbodor. Oké, Wilbo. Max Quake. Super effective movie. Meer dan de helft damage. Oké, meer dan de helft damage. Nice. Als we één klappie overleven, dan fixen we dit. Mijn special defense is in ieder geval omhoog. Zijn defense is omlaag, maar ja, wel een probleem dat ze... Oh, zijn snelheid is omhoog. Oh, ik dacht dat zijn aanval omhoog ging. Oh, Max Rockfall. Oké, die doet altijd heel veel pijn. Maar we overleven hem. Oké. Ik dacht dat het klaar was van Wilbo, maar we overleven hem gewoon. Ja, dan hebben we wel allebei last van de Sandstorm natuurlijk. Dat is wel een beetje balen. Ja, dan moet je het nu maar gewoon finishen. Nee, Garbodor is zo snel geworden dat hij sneller is dan mijn Arcanine. Nee, waarom? Dit vind ik heel jammer van je, Garbodor. Oké, Ronald, wil jij dit even oplossen voor me? Wil jij dit even fixen met een Pyroball? Oh, waarschijnlijk niet. Oké, ze gaat hem echt nog moeilijk maken blijkbaar. Oké, Ronald overleeft het gelukkig wel. Ik dacht dat het klaar was voor Ronald. Ja, maar het is klaar voor Garbodor. Hoppakee, lekker gedaan. Heeft ze toch nog even 2 van mijn Pokémon uit weten te schakelen? Oliana, ben je boos? Ben je verdrietig? Ben je sad? Ben je... psycho? Ze zegt wel tegen haarzelf dat ze een hopeloze vrouw is.
Ja, en ze zegt, ja, het is allemaal gebeurd. Dus doe maar wat je wil. Er kan niks meer gebeuren. En hier zijn de chairman en Leon. En Leon begrijpt waarom chairman Rose de dingen doet die hij doet. Maar hij vindt het echt super stom. Hij is er niet mee eens. Het toernooi gaat gewoon door. En dan moeten we strakjes tegen Nessa, jongens. Oh. Ik ben echt heel bang voor die battle. Die chairman Rose, jongen, die is zo arrogant. Hè. Die denkt dat hij het allemaal bij het juiste eind heeft. Maar hij en alleen Oleana denken dat. Voor de rest denkt iedereen dat het stom bezig is. Maar hij luistert gewoon niet. Anyway, we zijn weer terug in het hotel. En het toernooi kan gewoon doorgaan. En dat gaat gebeuren daar in dat stadion. Maar misschien moeten we eerst eens even gaan kijken of we hier nog een Rotom kunnen vangen. Want de zon schijnt daar nu heel erg en dan is Rotom daar te vinden. Oké, let's go. We gaan eens even rondlopen in de Wild Area. Alleen doen we dat wel in de volgende video. Deze video heeft alweer lang genoeg geduurd. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit vet vindt, jongens. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. En misschien hebben we dan wel een paar nieuwe Pokémon. Mazzel!